VHP-parlementariër Ronnie Aluma is er niet eens met de uitspraken van ABAP-voorzitter, tevens vice-president Ronnie Brunswijk, bij de jaardag van de Pertjel Luhur. De voorzitter van de ABAP, tevens vice-president, zou daar de oproep hebben gedaan aan alle buskondresma om massaal te stemmen op de ABAP. En voor wat betreft de Javanen, de Jampanesi, dat zij massaal moeten stemmen op de PL. Aluma ziet dat als het etnisch van de ABAP. En daar kan, en dat vindt hij toch wel minder van de vice-president, tevens ABAP-voorzitter. U hoort Ronnie Aluma daarop ingaan. Ik woon in een multiculturele samenleving en je moet opkomen voor iedereen. En als politici in die richting opgaat, dat je etnisch moet stemmen, dat wil zeggen je verdeelt die samenleving. En we hebben geen verdelen nodig. Deze samenleving moet bij elkaar komen. In alle verscheidenheid moeten we elkaar zien te vinden om samen te werken om dit land, dit natie en vooruit te kunnen brengen. Maar niet dat een groep moet domineren over het andere, dan wordt het een probleem in dit land. Vandaar mijn artikel dat oproep, ik keur het ten strengste af, dat een ervaren politicus zo'n uitspraak doet op zo'n politieke podium en daarbij hij is de vice-president van onze republiek. Ja. En wat zegt dat van de VHP? De VHP staat is een partij. U heeft het gezien, de laatste tijd zijn we aan het transformeren. Er komen steeds meer niet-traditionele VHP'ers erbij. Toch? En wij propageren het nationaal belang en de vooruitgang van dit land. En u zegt dat door de wijziging van het kiesstelsel voelt de ABAP-voorzitter nattigheid? Ik denk dat dat het is. Ik denk dat dat het is en vandaar zulke uitspraken. Ja. Waarom de vice-president vindt dat de wijziging van het kiesstelsel bedoeld is om buskondresma tegen te werken? Bent u daar, wat vindt u daarvan? Helemaal niet eens, omdat Luku a kinkie voor het kiesstelsel, toch? Anotaki ak moto uit het parlement, anotaki ak moto van regering, toch? Het is de constitutioneel hof die toets asani en hij past naar internationale standaarden. Toch? En vandaar constitutioneel hof dat nee, dit kan niet, regering, het parlement, dit moet je veranderen, toch? En ik voel nog bij dat hij, dat is nog maar verkiezing. Dus hoe heb ik pas asan aan, kom precies tappen internationale standaarden die aanvaardbaar is, toch? Om te doen, niet om een partij of een persoon tegen te werken of te behouden voor zijn ambitie en doelen die hij nagaat. Dat is het helemaal niet. Maar hoe zie je dat VP, elkaar zoals buskondresma voor stemt op ABAP, maar elkaar alle Jampanese ook toe voor stem massaal, dat PL ook toe de wang, zal liba partij gwe, de dat moest komen bakken en stem massaal, dat PL? Ik denk dat ABAP-PL straks gaat alleen maar ABAP worden, met een Javaanse tak. En dat gaat niet gebeuren, maar als hij zo doorgaat, zie ik dat gebeuren. En uit gronden waarvan zegt u dat? Omdat hij etnisch wil laten deze verkiezing in wil laten gaan. Ja. Toch? En dat moeten we niet hebben als land. Dat moeten we afstraffen om een groep dominerend te laten zijn naar de andere groepen toe. We wonen in eenheid hier toch? Toch, we hebben een synagoge en een moskee naast elkaar. Nergens ter wereld. En we moeten het zo behouden. Eens, uno de altijd eens naar elkaar. Maar ik bedoel van maatschappelijke stukken vooruitgang van dit land moet in alle harmonie plaatsvinden. Maar we snap dat en dat verschillende podia, vice-president, maken duidelijk dat Abouan Dring, Abouan Trong, president Fusranang, zegt u dat goed nog goed, hij dat nu probeert met dergelijke oproepingen, ja? Persoonlijk, ik ken hem persoonlijk. Nou, maar ze zijn ambities. Toch, die attacken aan Gogi Wansani. Maar Gogi Asani. En bij deze, Wan Gotron president, het is een goed recht. Ik ondersteun hem daarbij in zijn ambitie. Toch, de samenleving gaat bepalen uiteindelijk. If Ama Okisa eer naar de instituten Bakain, de SMA Bakain, tak eno, deze man willen we als president hebben. De samenleving gaat bepalen of hij president wordt van dit land of niet. Ja. En de VP heeft aangegeven aan Espang naar de kritiek zou komen? Amal op kritiek. Hij geniet van kritieken. Dus sinds Misabing altijd is hij op deze manier en gaat hij op deze manier te werk.
toch? Maar hij geniet van de kritieken. En ik denk dat motiveert hem om harder aan de slag te gaan, om zijn doelen na te gaan. De samenleving gaat bepalen of hij president mag worden van dit land. En wat zegt dat ten aanzien van die verkiezingscampagnes? Zegt u dat Desma Bijinkeba? Ik denk dat de verkiezing zullen starten. Dat de strijd zal echt in januari en februari echt starten. Dus laten we de tijd even afwachten. En Luku van de Sanego. En we gaan gewoon keihard de strijd in. Als VAP'er. En u zegt, we moeten Surinamers bundelen tegen de vernietigers van het land. Wie ziet u als de vernietigers? We hebben gezien 2010, 2020, jaren 80 toch? Ja, begin jaren 2011 en 90, 96, 2000. We hebben gezien, de samenleving heeft gezien wie de vernietigers zijn. Mm-hmm. Toch, Whalen, André Telting had gezegd van we moeten een regering hebben die niet met het militair signatuur dit land moet leiden. Dus de samenleving ziet het toch wie de vernietigers zijn en wie dit land probeert op te bouwen met alle tegenstand van dien. Maar ondanks dat staan we sterk om dit land daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen. Ja. Als vicepresident, hij heeft dergelijke uitspraken gedaan, heer Aluma. Maar zou je verwacht voor een VP, Sanadesan, waarvoor hij zich sterk juist zou moeten maken? Nazi-binding, nazi-vorming, bij elkaar komen. Iedereen daar zijn voor iedereen. Je bent vicepresident van iedereen, niet voor een bepaalde groep. Toch? En, ik zou verwachten dat hij de samenleving bij elkaar zou willen moeten binden waar je vandaan ook komt. Toch? Tja, alles maar kouwang in harmonie en deze samenleving vooruit zien te brengen. Maar dat Meshitak Ama Edouan te uitspraak, zang nee, pas een vicepresident, maar hij pas Brunswijk wel.